De volgende stap is het positioneren. Als de fotocel de broden detecteert, worden ze nog een vaste afstand naar voren geplaatst, waardoor een soort beginstuk ontstaat. Dit beginstuk wordt opgevangen in een bak en herverwerkt tot smeltkaas of geraspte kaas. Het is dus logisch dat voor deze uitvalstroom de juiste hygiënemaatregelen in acht worden genomen. De hoeveelheid beginplakken is afhankelijk van de indroogrand van het brood. Als de fotocel vervuild of defect is, bestaat het gevaar dat er geen beginstuk wordt afgesneden. Bij oudere types is deze fotocel niet aanwezig. Als het beginstuk is afgesneden, worden de plakjes gesneden. De dikte van de plakjes is afhankelijk van het ingestelde doelgewicht en de door de scanner berekende soortelijke massa. Bij lijnen die zijn uitgevoerd met een camerasysteem, werkt dit met pixels. Aan het einde van een brood blijft het eindstuk over. De grootte van dit eindstuk is instelbaar, maar is altijd de afstand die de grijper in de kaas heeft gezeten, plus een veiligheidsfactor. Zonder deze veiligheidsfactor zou het mes tegen de grijper aan kunnen komen.